Ja, ik denk dat je daar de ingrediënten krijgt van wat komt er allemaal de komende jaren op ons af. En eigenlijk nu al. Maar tegelijkertijd ook te verkennen van wat kan dat voor mijn organisatie betekenen en voor mijn organisatievisie. En ja, als klap op de vuurbel voor 1 november krijg je ook mee van wat doe ik dan als ik straks in mijn organisatie kom? Welke stappen moet ik dan nemen om mensen mee te krijgen?